Judith Mamanon van de Nederlandse ambassade hier in Griekenland, waar we Daan Huizinga en Marit Maai op bezoek hebben in het kader van migratie. Vandaag beginnen we een lange reeks van gesprekken met een veelvoud aan Griekse gesprekspartners. Het hoofd van de Griekse politie, het hoofd van de Griekse immigratiedienst en opvangdienst. Now we're going to the Ministry of Foreign Affairs. To the diplomatic office. Ook met een aantal NGO's en organisaties, VN-organisaties, UNHCR en IOM. Met de nadruk op de EU-Turkije-deal en wat daar wordt uitgevoerd en wat er niet wordt uitgevoerd. We kijken wat de knelpunten zijn en hoe we daarbij kunnen helpen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat sneller duidelijk is wie mag blijven en wie terug moet. Dat die mensen ook daadwerkelijk terugkeren naar Turkije of waar ze vandaan kwamen. Maar ook bijvoorbeeld hoe we mensensmokkel harder aan kunnen pakken. En hoe we de opvangomstandigheden op de eilanden kunnen verbeteren. Daarom namen we ook een kijkje op Lesbos. Gate open! Nu op weg naar Moria. Waar we hebben gezien hoe het registratieproces functioneert. Hoe eigenlijk de opvang is georganiseerd van mensen hier die toch soms wel 2 jaar hier blijven zitten. Ja, en daar is nog wel een hele hoop te doen. Daarna met Movement on the Ground, die een deel net buiten het kamp hebben verbeterd. Wat ze de Olive Grove noemen, echt wat er heel mooi en ook leefbaar uitziet. Daarnaast hebben we in Athene het kamp Elionas bezocht. Waar veel mensen als ze hier vanuit Lesbos als kwetsbaar zijn aangemerkt naartoe gaan. Not very objective, but I would say that it's the best in Greece. Still, it is a camp. And the goal of the municipality of Athens is to help people integrate an urban environment in the city. Heel veel geleerd en ook veel om mee te nemen weer richting Nederland.